symptomen van een chronische idiopathische axonale polyneuropathie. In ons behandelcentrum te Soest behandelen we ook patiënten met CIAP, chronische idiopathische axonale polyneuropathie. Bij die polyneuropathie kunnen pijnklachten voorkomen. De patiënt die u op dit videootje gaat zien, vertelt hoe de pijnklachten in het begin door haar ervaren werden. De specifieke kwaliteit van de pijnklachten, waar ze vaak voorkomen, op welke manier ze haar leven erg onaangenaam maakten. Het verhaal is kenmerkend voor neuropathische pijn. Deze patiënt scoorde op de zogenaamde DM4, een schaal voor neuropathische pijn, ook erg hoog. Hier is haar verhaal. Hele dikke benen had, terwijl dat dus echt absoluut niet zo was. Ik had het gevoel dat mijn voeten en mijn benen, maar vooral mijn voeten wel 2-3 keer zo dik waren dan dat ze eigenlijk waren. Dus echt, en dan ook een gevoel dat ik heel strak, dat het vel er ook heel strak omheen zat. Ja. Heel gespannen. Ja. Dus het kenmerkend voor neuropathische pijnen, zeggen we wel eens, is een heel moeilijk woord, anesthetica dolorosa. Anesthetica van geen gevoel meer op de huid. Ja. En dolorosa voor pijnlijk. Ja. Het was een beetje paradoxaal eigenlijk. Ja, hè? Was het ook, ja. Of ja. Is het ook, ja. Ja. En dan van binnenuit, dus vooral met lopen, van binnenuit echt gewoon heel veel pijn. Leek wel een beetje op, ja, of het eigenlijk ook wel botpijn was. Net of je op steeds door je voeten zakte. Ja. Gewoon, ja, gewoon heel pijnlijk. Alles gewoon heel pijnlijk. Ja. En had je ook last van pijnscheuten? Ja. Ook pijnscheuten. En kan je daar iets voor vertellen? Hoe je dat ervaren? Was dat 's morgens, middags, 's avonds, 's nachts? Was het onvoorspelbaar? Onvoorspelbaar. En soms zo hevig dat mijn been, mijn voet wegschoot. En bijvoorbeeld ook wel eens onder het autorijden dat me de voet van het gaspedaal schoot. Oké. Okay. Krampen, kwamen die ook nog voor? Niet echt heel veel. Nee. 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 Oké. Okay. En de kwaliteit van die pijn. Je zegt het is brandende pijn. Kan je er nog wat verder over zeggen? Brandend in die zin. Ja, je kunt het een beetje vergelijken met eigenlijk met je benen in een veld met brandnetels staan. Juist, ja. En er niet uit kunnen. Ja. En ik had dat eigenlijk ook tot aan mijn knieën. Ja. En verder dus niet. Ja. En hoe is het met de handen? Mijn vingertoppen zijn doof. Ja. En heel gevoelig, heel pijnlijk. Het dichtdoen van een kettingje met zo'n klein sluitingje is vervelend. Ja. Als ik dat 3-4 keer moet doen, dan zeg ik nee, laat maar. Ja. En het tintelt een beetje en een beetje prikkellimonade, zoals ze dat dan vroeger zeiden. Oké. Okay. Ja. Dus je zegt als je tast, als je iets aftast wat relatief zeg maar neutraal is, dan komt het toch heel pijnlijk over. Nou, dan moet ik het wel vastpakken. Ja. Dan moet ik wel zeg maar een beetje druk zetten. En dan ontstaat er meer pijn. Dan ontstaat er pijn. Maar als ik mijn handen gewoon op mijn schoot leg, dan heb ik gevoelloze vingertoppen. Ja. En een beetje tintelende op de bovenkant van mijn handen. Oké, okay, heel duidelijk. Dankjewel. Alsjeblieft. Een verhaal van een van de patiënten met chronische idiopathische axonale polyneuropathie in het instituut te Soest.